Een heuse verkiezingsnacht samen met zijn leerlingen. Docent Erik Kobus die deed het al vaker. En ook afgelopen nacht zat hij klaar voor de Amerikaanse strijd. Om klokslag 3:30 s'nachts stroomde zijn lokaal op het Bonhoeffer College aan de Bruggestraat in Enschede vol met leerlingen. Ik weet niet. Ik hoor wat raars onder deze video's. Dan gaan we het geluid even onderweg halen, helaas. En dan kijken we vooral even naar de beelden. Want het klinkt nu alsof er iemand op zo'n, hoe heet dat ik weer, zo'n didgeridoo speelt. Ja. Was die didgeridoo aanwezig, Erik Kobus? Dit hoort er allemaal bij. Dit hoort er allemaal bij. Oh, oké. Okay. Nou ja, de video hou je dan nog even van ons te goed, helaas. Met geluid gaat nu even niet. Later terug te vinden op onze website. Straks praten we met een van de leerlingen, maar eerst de leraar bij ons te gast. Normaal zou ik zeggen, Erik, goedemiddag. Maar voor mij voelt meneer Kobus toch ook wel als getrouwd. Ach ja, dat mag ook wel, hoor. Maar Erik is helemaal goed. Dus het is je van harte gegund. Ja. Ja, dit soort acties, nachtelijke feestjes op school en met Amerikaanse presidentsverkiezingen heb ik volgens mij in mijn tijd onder jouw bewind niet meegemaakt. Of nee, was ik nooit uitgenodigd? Daar begin je nu zelf over. Maar we zijn er in 2008 mee begonnen. Dat was toen ook een historische verkiezing, omdat toen Obama meedeed. En die won toen ook. En we zijn er eigenlijk mee doorgegaan. We hebben dus eigenlijk om de 4 jaar wel. Het is ook eigenlijk steeds groter geworden. Het was eerst in 2008 was bij ons thuis. Toen was het ergens op locatie. En 4 jaar geleden gingen vanwege privéomstandigheden niet door. Dus we hebben gezegd, nou weet je, we pakken er wat groots aan. Toen kwam corona ertussen. Maar school heeft wel gezegd van, nou weet je, als je de RIVM-richtlijnen in acht neemt, dan kan het wel een lokaal met zo'n, ja, wat zal het geweest zijn, ik denk zo'n 30, 35 leerlingen. Zo. Ja, dus. En hoe moet ik dat voor me zien? Allemaal een bedje mee, popcorn in de hand? Ja, dat hebben we van tevoren. De jongen die jullie zo dadelijk gaan interviewen, Thomas en Evert-Jan van Eyken, die naam wil ik hier ook even noemen, die zijn maandagmiddag met mij mee geweest. We hebben het schap pancakes bij de Albert Heijn leeg gekocht. En hebben, inkopen gedaan, hamburgers, je weet het wel. En wat je zei, 3:30, 4:15 kwamen ze binnenstromen. En begon het grote gebeuren. De grote vraag is natuurlijk, waarom? Waarom? Weet je, het is een beetje begonnen als hobby. Ik heb altijd wel wat gehad met Amerika. En dat was in eerste instantie waar dat vooral cowboys en indianen. En mijn buurjongens, die vonden dat verschrikkelijk. En ja, ik wil het eigenlijk nog steeds wel spelen. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is uiteindelijk is het een beetje. De politiek vind ik buitengewoon interessant. Ja. En iets wat leuk is, moet je niet voor jezelf houden. Ja. Dus, het verbaasde mij trouwens niks. Want je bent mijn geschiedenisleraar geweest, maatschappijleraar volgens mij zelfs ook nog. Ja, ja. En dat lokaal hangt helemaal vol met vlaggen van Amerikaanse staten. Paraphernalia van Amerikaanse verkiezingen, vlaggetjes, petjes, noem maar op. Er waren ook een paar Trump-petjes vandaag. Nou ja, het zijn ze vergeven. Maar goed. Oh ja, dat spreekt iets uit van de voorkeur, van de eigen voorkeur. Ja, eigenlijk moet je dat natuurlijk, je moet proberen objectief te zijn. Maar ja dat kan natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, Nederlandse leraren zijn heel links ingesteld, hoor. Ja, dat wordt gezegd. Maar of dat inderdaad ook zo is, dat weet ik niet. En voor welke vakken hebben we het? Hoe ging dat dan in zijn werk vannacht? Want bijvoorbeeld in Amerika wordt wel gezegd, hè, ook de Amerikaanse media zelf zijn al sterk gepolariseerd. Fox News rechts, zeker. CNN links. Ja. Hadden jullie dan een neutrale zender opstaan? Of hoe ging dat eigenlijk? Wij hebben een beetje geswist van CNN naar NPO 1. Die hadden het ook, die waren ook live aanwezig. Dus daar hebben we af en toe eventjes naar geswitcht. En CNN, dat is natuurlijk wat meer spektakel. En dan komt er weer een overzichtje. En dan komt er weer een verkiezingje. Dus het was vooral CNN. Ja. En iedereen is ook opgebleven, want ja, op een gegeven moment. Ik ben ook nog even opgebleven, maar er kwam niet zoveel. Nee, er kwam niet zoveel. En we hadden natuurlijk stille hoop dat voordat de lessen begonnen, want om 7:45 begonnen de les. Okay, de leerlingen moest ook gewoon weer lesgeven over de Eerste Wereldoorlog. God, in één keer door ook? Ja, ging je gewoon één keer door. Ja, ik had stilletjes gehoopt dat de school me helemaal de dag vrij zou geven. Maar dat ik vond het hartstikke mooi dat dit kon. Dus we hebben gewoon vanaf 7:30, 8:15 zijn we het
lokaal gaan opruimen. Want het was natuurlijk wel een behoorlijke bende. En 7:45 konden we weer. Maar ik zag wel veel leerlingen vandaag met hele kleine oogjes door de gang lopen. En eventjes wat ambipuur gepuft. Ja, ook gedaan, want dat was ook wel nodig. Ja. Jongen. Je vraagt je af of die leerlingen zich überhaupt gewassen hebben voordat ze deze kant op kwamen. Maar goed. Goed, we kunnen het zo vragen. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Hè, dus. Ja. Maar hoe heb je dan zelf afgelopen nacht beleven? Jorik zei ook al van, het was soms een beetje... Het is nog steeds spannend. Terwijl we nu aan het praten zijn, is er nu nog geen uitslag. Nee. En die uitslag, we weten niet precies wanneer die komt. Het ergste geval zou zijn dat dit uiteindelijk via de rechtbank wordt uitgevochten. Daar zit niemand op te wachten. Heel opvallend vond ik de reactie van Trump, die tegen 1:04 meedeelde dat de verkiezingen wat hem betrof wel voorbij waren. Heel raar, terwijl er nog gewoon op dat ogenblik gestemd werd. Werd ook een beetje voor gewaarschuwd dat hij zou zeggen, nu stoppen, want dan winnen wij. Ja, dat zijn Lukashenko-praktijken. Ja. En dat klopt natuurlijk, dat klopt van geen kant. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Jullie weten het ook wel, de swing states, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Ja, het blijft koffiedik kijken. Toen ik vanochtend tegen 22:30 keek, dacht ik van ja, dit ziet er niet goed uit voor Biden. Maar nou was ik thuis tegen 2:30, 3:00. En begon het er weer wat anders uit. Wisconsin kleurt langzaam blauw. Michigan ook. Op het moment. Dus Biden lijkt in beide. Waar natuurlijk in de media al vaak voor is gewaarschuwd, waar aan gerefereerd wordt, is dat het gewoon. Ja, pikken straks welk kant dan ook, of dan de Republikeinen of de Democraten zijn, gaan ze akkoord met die uitslag. Ja. En dat is natuurlijk wel iets dat ik denk van jongens, laten we vooral rustig blijven. Want daar zit natuurlijk niemand op te wachten dat daar straks dat ze elkaar in de haren vliegen. Is dat ook een link voor jou? Want we hebben het hier echt over bijna de afbrokkeling van een democratie. Dat is het. Dat er wordt ingegrepen, wordt gezegd, nu stoppen we met tellen van stemmen, want dan hebben wij gewonnen. Ja. Is dat iets wat je dan ook mee... Is dat een key point in de lessen dan? Van hoe ziet de democratie daar eigenlijk uit? Je refereert er wel aan. Ik probeer altijd wel aan te sluiten bij de actualiteit. Dus als we het over verkiezingen hebben, dan pak je dit er eigenlijk automatisch bij. Beleefd voor leerlingen, dus dan moet je er iets mee doen. Ja. Blijft het ook hangen. Hè, dat ze vannacht die nacht hebben doorgehaald. Ja, je vergeet veel, maar ik denk dat ze dit later zich nog wel zullen herinneren. Dus ik sluit er absoluut bij aan. En moet je ook doen. Het is buitengewoon interessant. En er wordt vaak natuurlijk gezegd historisch. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit wel historische verkiezingen zijn. Het land is heel erg gepolariseerd. Ik geloof niet dat Trump daar dat hij dat alles heeft veroorzaakt. Maar hij is wel aan het opstoken. We gaan een van de leerlingen vragen die vannacht bij je waren. Wat die ervan vond. En of die inderdaad dan die lessen uittrekt ook. Ja. Dus bedankt voor nu, Erik Kopers, leraar op het Bonheuven College. En dan gaan we even plaatsmaken voor Thomas van Loon, student van 6 VWO daar. Terwijl we Erik Kopers uitzwaaien. Ik kijk ook even aan mijn rechterkant. Is er een update vanuit het kamp Veiligheidsregio Twente? Nee. Ik heb nog niks vernomen. Niet op de website. Dus ik denk dat Ernst nog bezig is op onze redactie. Hou 120.nl in de gaten. Daar houden we een live blog bij van nieuwswaardigheden die worden verteld bij de Veiligheidsregio Twente. Die nu een extra ingelast persmoment hebben. Hè? En wat daar wordt verteld, dat kun je dus daar volgen. 120.nl. Inmiddels aangeschoven Thomas van Loon, 6 VWO-student of scholier bij Bonhoeffer College Bruggetstraat. Welkom. Hallo. Je bent een van de organisatoren ook, hè, van die bizarre nacht. Ja, inderdaad. Ik en Evert-Jan, die is bij de studio hier ook. Waarom? Waarom vond je het leuk om te doen? Nou, ik heb zelf ook al interesse voor politiek. De meeste mensen van mijn leeftijd hebben dat niet per se, maar ik vind het wel interessant hoe dat werkt. Ik ook nu in Amerika heb je Trump, die is tegen Biden, is gewoon heel close. Dus ja, het is gewoon interessant om te weten hoe dat gaat. Heb je je vermaakt afgelopen nacht? Ja, dat was hartstikke mooi. Hapjes erbij, drankje erbij, gezelligheid. Was het niet irritant dat je dan tijdens zo'n nacht kijkt, maar dat er eigenlijk nog niks over te zeggen valt, zelfs nu niet? Ja, dat is inderdaad wel een beetje jammer. Lastig soms ook. Maar je hebt natuurlijk wel gewoon, je kunt wel speculeren en dat is op zich ook leuk natuurlijk. Stel als hij nou dat wint en dat en dat en dat, dan... Je zegt al zelf even, hè, hapje erbij, drankje erbij. Gaat het je om de politiek of ook een beetje om het feestje? Ja, het is natuurlijk allebei eigenlijk. Je hebt politiek, dat is interessant voor mij, vind ik. En de gezelligheid is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Mm-hmm. Dus je kunt in je eentje thuis gaan zitten, maar daar is net er niks aan, zeg maar. Want daar ben jij jezelf voorstander van Biden of van Trump? Of van beide. Of van slecht. Ja, ik denk dat Biden wel een stuk beter is dan Trump, maar...
ik heb niet, zeg maar, wat je vooral ziet, is het modder gooien naar elkaar. Mm-hmm. Dus van de individuele standpunten heb ik niet heel veel meegekregen. Oké. Okay. Dus je zat niet de hele avond van, laat nou alsjeblieft de een of de ander winnen. Ja, wel een sterke voorkeur naar Biden. Weet je. Okay. Want ik heb wel even die debatten ook gekeken, inderdaad. En natuurlijk wel, die is gewoon wel een betere leider. Niet perfect, maar wel beter dan Trump. Hoe is dat onder jouw klasgenoten? Heb je een idee wat de teneur was in de klas, Biden of Trump? Ja, volgens mij had iedereen wel ongeveer de hoop van Biden. En van wat ik een beetje op school überhaupt heb geproefd, ook wel de meeste mensen die wel van, alsjeblieft laat het Biden worden. Hoe komt dat, denk je? Ja, misschien ook wel omdat in ieder geval in de Nederlandse media Trump toch heel erg wel wat afgeschilderd met zeg maar al zijn gekke dingetjes en zijn gekke uitspraken. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat toch een beetje scheef. Omdat je natuurlijk, je laat eigenlijk dan alsnog maar één kant zien. En ik kijk ook vredelijk voor tv met verschillende omroepen, zodat je juist meer verschillende dingen meekrijgt. Ja. Zeker in Amerika zie je ook mensen die kijken naar één zender, dus je krijgt maar één type nieuws mee. Ja, ben ik wel benieuwd hoe dat dan gaat bij jou in de klas. Hè? Want je hebt afgelopen nacht die zenders bekeken, wat we net over hadden. Meneer Kober staat dan voor de klas en die gaat een stukje duiding geven. Is hij dan daarin wel objectief wat jou betreft? Ja, het is wel duidelijk dat vind ik Kobus ook zoiets had van laat het alsjeblieft Biden worden. Trump vindt hij een verschrikkelijke man. Maar het meeste was wel objectief en gewoon uitgelegd van als Trump dat wint dan en zo. En dat is wel het meest objectief. Ja. Wat vind je er eigenlijk zelf van wat er in Amerika gebeurt? Heb je daar als 6 VWO-leerling nog enigszins een gedachte over of een mening over? Nou ja, ik vind zelf eigenlijk het hele Amerikaanse politieke systeem, het werkt niet zo met die kiesman. Omdat je dan, als je ook maar één stem meer hebt in een staat, dan win jij meteen alles. En dan gaat de rest eigenlijk allemaal verloren aan stemmen. Ja. Waardoor dus een groot deel van de bevolking eigenlijk niet echt gehoord wordt, niet echt heel veel inspraak heeft. Ja, en dat is natuurlijk 4 jaar geleden ook op die manier gegaan. Hè. Zo wel vaker zo dat degene die het meeste stemmen krijgt, even gewoon on the whole, en niet de winnaar van de verkiezingen wordt, omdat hij niet de meeste staten heeft. In ieder geval niet de meeste kiesmannen. Ja, dat had Hillary vorig jaar. En hij had iets van 2 of 3 miljoen meer stemmen, maar ja. Trump had meer kiesmannen. Ja. Is dit nou iets wat jullie dan in maart ook gaan doen met de landelijke verkiezingen in Nederland? Nou, ik heb dat wel overwogen. En volgens mij komt het eventjes aan overlegd. En ik zei, wou er nog aan meneer voorstellen, maar daar ben ik nog niet naartoe gekomen. Maar het lijkt mij wel leuk om dat ook weer te doen. Bij deze, een open uitnodiging aan de heer Kobus om misschien daar, of de leraar Nederlands, of wat je ook maar wil, of van maatschappij leren, om daar iets mee te doen. Thomas van Loon, dankjewel. En veel plezier nog met het verder volgen van de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dat komt goed.